een mooie tijd gehad bij KST. Dus, hoe zag die mooie tijd eruit? Waarom kun je er goed op terugkijken? Want het is natuurlijk wel zwaar. Nee, het is ook wel zwaar, maar je hebt ontzettend veel lol. En je maakt er ontzettend veel mooie dingen mee. Maar je zit voor je, ja, hoe zou ik het zeggen? Het is non-stop, het is gewoon constant, gaat maar door. Je gaat van het een naar het ander. En voor je het weet ben je er eigenlijk uit. En mis je toch een beetje die drive dat je altijd zomaar toch wel lekker bezig bent. Want hoe lang ben je daar geweest? 4 jaar. 4 jaar, ja. Van? Van 98 tot 2002. Ja, daar heb ik eigenlijk alles al gedaan. Ik heb allemaal leuke dingen gedaan. En een uitzending gehad naar Cambodja. Wat heel erg leuk was. Waar ik nog steeds een hele goede vriend van over heb. Waarom was het leuk daar in Cambodja? In die 6 maanden tijd maak je daar ook weer zulke mooie dingen mee. En ook weer samen. Mm-hmm. Ja, dat je daar toch wel... Natuurlijk ook heftig, maar... Ja, ben je elkaar aangewezen daar? Ja, dan ben je ook op elkaar aangewezen. Ja. En hoe uit dat zich? Hoe ben je op elkaar aangewezen? Nou, dat je toch een bepaalde manier verantwoordelijk over elkaar bent. Dat je toch constant aan elkaar moet denken. Dat is wel grappig om te zien, want de regeringsleger die plaatste dan, om te zeggen, een offensief ook weer. En dan kwamen uit de kleinste hutjes, kwamen de grootste kanonnen kwamen eruit. En had je die weer afgepakt, dan hadden ze 5 minuten later alles weer een ander kanon. Ja. En waar ze die vandaan haalden, ja, dat was altijd maar een hele grote raadsel. Maar ja, je bent ook met grof geschut bezig geweest. Ja, ja. Kun je voorbeelden geven? Nee, niet echt. Is dat een code dat je weinig over je missie prijsgeeft? Sommige dingen kun je gewoon niet vertellen. Dat kun je niet... En waarom kun je dat niet vertellen? Dat kun je ook niet delen. En dan heb je natuurlijk een afspraak over gemaakt dat je daar niet over praat. Verlang je terug naar die tijd? Ja, ik zou weer uit het vliegtuig willen springen, ja. Ja, dat zou ik geen probleem mee hebben. Als die kans zouden geven, dan zou ik er echt wel doen.